Hallo, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik kreeg als reactie op een video die ik recent heb gemaakt de vraag of ik de moving average een keer wil uitleggen. En dat lijkt me een goede zaak. Ik ga daar even naar kijken in deze video. Laat ik ook even wat andere indicatoren zien, maar ik ga daar niet te diep op in. Dus het wordt een kort filmpje over de moving average. En dan gaan we heel eventjes nog naar wat anders. Misschien dat ik er een serie van maak om meerdere dingen te gaan bespreken. Maar ik wou het deze keer even kort houden. We gaan even naar Financial. Nou, we zijn hier bij de grafiek van Tesla. En ik heb de moving average 50 en 9 heb ik ingevoerd. En wat je dan hier ziet is dit lijntje die zo beweegt, dat is de 9. En diegene die zo rustig is, dat is de 50. Wat is dit? Nou, gaan we dan kijken naar die 9. Dan is in feite die lijn waar die staat, op dat moment zijn de laatste 9 dagen en daar het gemiddelde van genomen. Heel simpel. En hier, op dit moment, dat is het punt waar de laatste 50 dagen het gemiddelde van is genomen. Dus helemaal gelijk, niks aan de hand. He, dus gewoon moving average, iedere dag is evenveel waard. 9 dagen, 50 dagen. Heeft dat een voorspellende werking? Nou ja, misschien als je daar iets in ziet, dan zou het kunnen. Maar dan moet je zelf kijken of je er wat aan hebt. He, maar het geeft in ieder geval aan van hoe dat eruit ziet. En ja, daar kan wat in zitten. Nou, om dan te kijken naar deze hele simpele moving average. Hier zien we die 9 opwaarts doorbreken door die 50. Nou, dat vind ik een signaal. Nou is het alleen al zo dat die koers hier zit, hè, hierboven. Dus die is al gestegen van hier naar daar toen dat signaal pas kwam. Dus dan moet je realiseren dat dit de bodem is, maar dan krijg je geen signaal op die bodem. Verre van dat. Hij bodemt alleen maar hier, maar ja. Dat weet je van tevoren niet, dat dit de bodem is. Hier kruist hij, dat is een eerste signaal. Het is nog mooier als hij kruist en deze ook omhoog is. Maar ja, dat is niet het geval. Hier gaat die 50 pas omhoog. Dan zou je kunnen zeggen, van nou, dan heb ik hem liever hier. In dit geval zou je dus beter uit zijn gekomen, want de koers is gedaald. Hier zie je die 50 stijgen, die 9 is ook omhoog. Dan is dit het uiterste koopniveau. Nou, had je hier gekocht op 670, zeg maar eventjes, grofweg. Nou, dan blijft hij hier lopen, die is helemaal goed, die is helemaal goed. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, nou, ik laat hem zo. Dan is dit een extreme stijging. Dan had je ook kunnen zeggen, van, ja, misschien moeten we hieruit. Dan ben je weer ver van de top, hè. Maar het hoeft niet, want hij is nog steeds in het koopwaardig gedeelte. Nou, als nou die 9 neerwaarts door die 50 gaat, dat is het verkoopsignaal. Maar je weet al, dat komt altijd veel later. Dus vandaar dat het eventjes belangrijk is om te kijken naar meerdere indicatoren. Het is een hulpmiddel. Het is er één van velen. Nu heb je ook een exponentiële moving average. En wat die doet, is dat hij de oudste dagen het minste meetelt. En de jongste dagen het meeste meetelt. En daar maakt hij dan een berekening van. Dus die laatste, die recente dagen, die tellen heel zwaar mee in die berekening. Dat is het enige verschil. Nou, hierbij Yahoo hebben ze dat niet. Wat hebben ze hier wel? Dat kan je hier links zien. Indicatoren. Ze hebben de moving average. Ze hebben een envelope. Nou, dan komt er eigenlijk een soort van dingetje waar het in moet vallen. Ik kan hem even laten zien. We hebben 50 en een shift van 5. Dan heb je de MA50 en dan laten zien plus 5, min 5. Nou, dat is hem dan. Oké, okay, heb je daar wat aan? Nou, moet je zelf kijken of je dat belangrijk vindt om dat te gebruiken. Dat is ook iets. En deviation. Ook een aardige, maar ja, je moet maar kijken, die staat hieronder. Die geeft dan aan, is het meer gestegen dan gemiddeld of is het er juist onder? Nou, en dan zie je op een gegeven moment zie je dat het hier, ja, na deze enorme stijging is natuurlijk heel snel dat het eronder gaat. Maar het geeft aan of het meer of minder dan gemiddeld van de laatste 50 dagen. Kan je gebruiken. Nou, dan zie je hier bij indicatoren, zie je er veel en veel meer. We zijn hier degene die het meest gebruikt zijn. En als je dan gaat kijken, het zijn allemaal indicatoren. Dus die kan je allemaal gebruiken. Wat is de juiste? Kijk maar. Nou, dan is de vraag wel eens, ja, maar welke, hoe zou ik dat dan moeten leren? Hoe kan ik dit dan uiteindelijk gaan gebruiken? Nou, dan is mijn advies altijd om naar het verleden te kijken. Pak zo'n grafiek als deze erbij en ga dan gewoon kijken, hoe ziet dat eruit als ik dat doe? En hier zegt hij al standaard 20-2. Nou prima, pakken we de standaard. En dan zeggen we save. Nou, dan zie je die Bollinger Bands. Hier zit hij tussen. Als hij erboven gaat, is dat eigenlijk opmerkelijk. Dan stijgt het te hard.
Komt hij eronder, dan is hij te hard gedaald. Maar zolang hij ertussen blijft, is het prima. Nou, dan, daar kan je wat mee of je kan er niks mee. Nou, je kan kijken, heb ik daar wat aan? Nou, heb je er niks aan? Nou, dan gooi je hem weg, dan laat je hem. En zo kan je kijken. MACD, nou, ook de, neem die standaard dingen en ga daar later kijken, heb ik er wat aan? En dat zijn deze. Hier kan je zien, ook weer zo'n kruising. Hey, van dit is een verkoopsignaal. Deze komt veel beter uit dan mijn moving average. Dus die zou je, die MACD, die zou je daar heel goed voor kunnen gebruiken. Is dat altijd zo? Ja, nou nee, niet echt. Want je ziet hem hier een beetje vlak liggen. Dus dat, hier heb je er eigenlijk bijna niks aan. Maar hier wel. Dus juist als je zo'n enorme stijging hebt gezien, dan is het goed om te kijken van, hey, zou ik er wat mee? Ook hier naar zo'n daling, dan is het een mooi moment om te kijken, wanneer zou je dan eventueel kunnen instappen? Nou, heb ik er altijd dan? Nee. Maar ga voor jezelf eens na van, hey, hoe zit het en kan ik daar wat mee? En kijk eens bij ook een ander aandeel. Werkt het daar ook? Werkt het altijd of is het toevalstreffer? Dat is echt proefondervindelijk. Moet je daar gaan kijken, wat staat jou het meeste aan? Waar voel jij je dan het meeste mee? Nou, en je hebt daar zoveel en ik ken ze ook lang niet allemaal. En ja, wat is het? Ik heb geen idee wat dit is. Ja, blijkbaar geeft het aan, is het omhoog of omlaag, is er meer nodig. Maar heb ik hier wat aan? Nou, hij geeft op de top, geeft hij ineens rood. Dus daar zou je kunnen zeggen van, hey, wacht even, misschien moet ik er wel uit. Ja, aan de andere kant, hier geeft hij zo vaak knipperlicht dingetjes. En ja, wat heb ik hier nou aan? Is dit voor mij een moment om te zeggen van, wauw, ja, dan moet je heel kort moet je werken. En hier is hij alweer te laat. Dus hier heb ik een heel mooi signaal, prachtig op de bodem, maar hier is hij te laat. Nou, dan heb je een paar dagen niks, oké. Dan zou je, als hij weer groen is, ja, ik stap weer in, ja, dan komt het weer. Ja, misschien heb je er wat aan. Nou, op die manier moet je kijken van, hey, kan ik het gebruiken of niet? En wil ik het gebruiken? En dit is de Awesome Oscillator, geloof ik dat die heette. Ja, whatever. Maar kijk er maar eens gewoon zelf naar of het leuk is. Ik gebruik vaak om even snel te kijken. Ga ik er dieper in, dan pak ik gewoon wat bij. En dan kijk ik ook van, oké, heeft die indicator, heeft die in het verleden bij dit aandeel ook goed gewerkt? Geeft niks aan over de toekomst. Het is altijd achteraf kijken. Maar ja, het is voor jezelf ook, van, ja, hoeveel steun wil ik hebben? Het punt is, ze staan nooit allemaal goed. Er zijn altijd indicatoren die tegenwerken. Die denken, ja, daar niet. En daarom moet je een keuze maken, welke volg ik en welke laat ik zitten. En er zijn dus analisten geweest die het verzonnen hebben. Die vonden dat allemaal fantastisch, daarom hebben ze het verzonnen. Maar het beste bestaat niet bij de beurs. Het karakter van de beurs verandert. Aandelen zijn anders ten opzichte van elkaar. Dus in die zin, het moet per aandeel moet je kijken en per belegger moet je kijken, wat zint me het meest. Want de ene belegger zegt, ja, ik wil zo'n run van beneden tot boven meemaken. En de ander zegt, nou, als ik hierin stap en ik ben er hieruit, vind ik het ook goed. Want dan heb ik maar in 4 weken tijd, heb ik de winst gemaakt. De rest van de tijd hoef ik er niet in te zitten. Heb je totaal andere indicatoren voor nodig. Ja, dus je moet ook kijken van, wat voor belegger ben ik en welke indicatoren passen dan bij mij. En het is dus niet zo dat het one size fits all is. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. Als het zo is, geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf hem op de nieuwsbrief. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Zet ze hieronder. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!